A.W.F. Idenburgschool hier in de Javastraat. En dus ik liep iedere keer langs en dan stonden die deuren wijd open en dan kwam de muziek aan. En dan zei mijn moeder, wat ben je weer laat thuis? Maar dat klopt, want ik luisterde dus naar de muziek van die foonplatenmaatschappij, dat nu dus een Turks restaurant of cafetaria is. Het gedicht heet Grammofoonplaten. Vanaf de A.W.F. Idenburgschool aan de Javastraat naar het Javaplein, bijna geen verkeer, oversteken van de kraam met gladde aal op weg naar huis. Langs de muziekwinkel en de platenzaak, op de hoek naast het badhuis en de Molukkenstraat en tegenover een stinkende pisbak die ik altijd snel voorbij rende. Maar voor de platenzaak, wat ik al zei, sta ik even stil. Hoor ik de stem van Doris Day en Frankie Laine die er voor de ramen staan. Sugarbush, I love.